Ik ben van Spo Mario. Ik kom uit Riemst en ik hou van mountainbiken. Als ik mountainbike heb ik het gevoel van vrijheid. Eén met de natuur, genieten, berg op berg af, je eigen overwinnen. Er zit volgens mij alles in. Er is goed nieuws voor Mario. Zo kan hij vanaf nu naar hartelust mountainbiken in zijn eigen gemeente Riemst. Hier werd pas de Sint-Pietersberg mountainbikeroute geopend. Het parcours is een 17 kilometer lang, waarvan 60% onverhard. Ik woon hier graag in Riemst. Als mountainbiker kun je het niet beter hebben. Goed 10 minuten rijden en ik ben hier. En ik doe wat ik wil met een mountainbike. De Sint-Pietersberg mountainbikeroute is het resultaat van de samenwerking tussen beide provincies Limburg. Dat gaat natuurlijk niet van een leien dakje. Daarom moeten we zeker de provincie Limburg bedanken en Sport Vlaanderen samen met de Sportdienst. Omdat we natuurlijk over veel stukken grond komen, hebben we toestemming nodig van die eigenaars. Dat is onder andere CBR, de Waterwegen, Natuur en Bos, Natuurpunt Riemst. Dat zijn allemaal mensen wat we van harte willen danken voor hun inzet en voor hun toestemming. Ik vind de nieuwe route heel interessant, vooral omdat hier iedereen kan komen rijden. Als beginnende of als meer gevorderde kun je hier doen wat je wilt.